Dag, ik ben Ruby Samat, advocaat arbeidsrecht. En in deze vlog vertel ik waar u als werkgever aan moet denken als het gaat om de nieuwe privacyregels en het arbeidsrecht. Bij mijn cliënten merk ik namelijk dat het privacyrecht echt helemaal onderaan de agenda staat. En dat begrijp ik, want heel erg enerverend is het ook allemaal niet. Maar vanaf volgend jaar, 25 mei 2018, geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. En vanaf dat moment moet u er wel echt iets mee. Als een werknemer namelijk een klacht indient bij de autoriteit persoonsgegevens, dan is die instantie verplicht om de klacht in behandeling te nemen. En die kan ook in het ergste geval een boete opleggen van wel 20 miljoen euro. Goed, waar moet u als werkgever nou heel concreet om denken? Het wordt belangrijk dat u uw werknemers informeert over de nieuwe privacyregels en hun nieuwe rechten. En dat kunt u heel simpel doen door dat te vermelden in een brief of door bijvoorbeeld een extra paragraaf toe te voegen aan uw personeelshandboek. Voor werkgevers met meer dan 250 werknemers geldt altijd een documentatieplicht. Wat betekent dat u moet vastleggen op welke wijze u de persoonsgegevens verwerkt. Maar ook voor de kleinere werkgevers kan die verplichting gelden. U moet straks bovendien niet alleen kunnen aantonen dat de werknemer expliciet toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens, maar u moet ook kunnen aantonen dat de verwerking op zichzelf rechtmatig is. Ten slotte gelden er ook regels voor heel specifieke situaties, zoals voor screening, solliciteren, zieke werknemers, etc. Als u nou meer wilt weten over dit onderwerp, lees dan even mijn blog. Maar u kunt natuurlijk ook altijd even contact met mij opnemen.